Ik dacht daar dus ook over, hè, waar we het net over hadden met die gebouwen, dat het in de toekomst er heel erg mooi uit gaat zien. Ja. Ik vraag me echt af van wat er nou van het internet over gaat blijven. Wat wij achterlaten voor de toekomst. Dus zeg dat we 70 of 120 jaar in de toekomst gaan. Ja. Wat er dan nog overblijft. Want in het verleden hadden we boeken die overbleven en verkruimelen in je handen. Of tabletten of LP's zelfs uit de jaren 70. En ja. Bandjes, weet ik van wat al niet meer. Maar dat is, ja, dat wordt nu een soort van wolk die ergens bestaat of niet. Ja, nou ja, archivering is inderdaad. Daar heb je die internet archive heb je daar natuurlijk voor. Ja. Die zich daar echt mee bezighoudt. Ja. Die probeert om alles te archiveren, wat natuurlijk niet gaat lukken, maar nee. Een nobel streven is. Ja, maar het is vooral. Ja, het is allemaal wat kortere termijn. Het is veel korte termijn. Ja. En dat merk je dan ook met televisieseries. Die worden ook. Ik weet niet of jij wel eens televisieseries van uit de jaren 80 terugkijkt. En dat is maar 30 jaar geleden. Uit de jaren 80? Ja. Sowieso niet. Maar weet je ook Columbo en hoe heet het? Murder She Wrote. Dingen als de Soprano's zou ik zo nog een keer kijken. Ja. Dat is een soort van tijdloos. Over 10 jaar ga ik dat weer kijken. En, ja. Misschien heeft dat dan met leeftijd te maken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vermoed dat je telkens nostalgischer wordt. Ja. En ik ben sowieso een nostaloog. Is dat iets? Nostalgist. Nostalgist. Maar het is... Ik vind vooral dat het niet meer tastbaar is. Dat stoort me. Dat verontrust me een beetje. Je hebt een vereniging die... Ja, dat het niet tastbaar is... Daar hadden we het ook over dat foto's echter zijn als ze online staan dan als ze op papier zijn. Dus ja, dat is een. Je devices die zijn hartstikke tastbaar die je gebruikt. Je mobieltje, je tablet. Ja. En je hebt dus ook veel meer bij je. Het is veel. Misschien is het wel veel tastbaarder. Ja, nee, veel meer is tastbaar geworden. Maar ik denk dat de periode waarin het tastbaar is, dat het dat ook weer korter wordt. Dus waar je vroeger, dan blader je nog eens door de oude dia-doos. Of misschien ook niet hoor. Weet jij het niet. Ik blader heel veel door mijn eigen fotosite waar alles op staat. Oh ja.